Goedemiddag, welkom bij de podcast van De aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 10 november, de beurs spuit weg. Uh, goed CPI's hebben, gaan we het zo allemaal over hebben. Heel veel kwartaalcijfers en dat doe ik met mijn gasten Albert Jellema van Probeleggen. Albert, welkom. En Simon van Veen van Simon, ik ga het goed opnoemen, Sustainable Dividend Value Fund. Ja, inderdaad. Is ja. dit een goede dag voor jouw fonds? Of zeggen van ik heb value aandelen, het is allemaal wat minder. Dit is een hele mooie dag voor het fonds, Ja, absoluut. Oké, okay. nou gaan we het zo allemaal over hebben. Um, CPI-service net uitgekomen. Half drie, Albert. Jij wilde een gokje wagen. Heeft dat goed uitgepakt of niet? Ja, uitstekend. <laughs> <laughs> want ik was de inleg van mijn ene poed kwijt. Alleen gelukkig gingen mijn aandelen ja. zo snoeihard omhoog dat het goed uitpakte uiteindelijk. Ja. Even uitleggen wat, wat want de achtergrond, dat, dat hele verhaal van JP Morgan. Wat had hij ooit gezegd? Ja, nee, dat was een... een, een een uh, stukje uit de rapport hadden wij gezien uh, dat JP Morgan, die, de inflatiecijfer werd verwacht 7,9. Ja. En vraag me niet precies hoe ze tot die analyse zijn gekomen. Maar ze zeiden als er een inflatiecijfer uit, uitkomt van 7,6 procent, dan stijgt de beurs 5 procent. Mm -hmm. uh, komt er een inflatiecijfer uit, uh, vorige, was, uh, vorige maand was 8,2, komt er 8,4 uit, dan gaan we min 6 procent. Dus ja. ze hebben waarschijnlijk een soort analyse gedaan. Wat is de impact als het verrast, positief of negatief. Ja. Nou, uiteindelijk was die 7,9. Werd 7, 7,7. Dus volgens de theorie van JP Morgan moet dan de beurs 5% omhoog. Ja. Nee, niet 5. Iets maar misschien 4 of 3,5. Ja. Nou, de Nasdaq staat ook 4%. Ja. Uh, dus ja. we zaten een beetje over te, te babbelen. En we zeiden van ja, als je nou een poet en een kool koopt uh, op de optiemarkt. Uh, gewoon op de huidige koers. Dat was op dat moment dat we praten 7,76 was dat. Ja. Uh, betaalde je 6 euro. Voor de dagopties, hè? Voor de dagopties, ja. Dus het was echt gokken voor zeg maar. <laughs> um, dat zou heel simpel betekenen dat van, uh, ja, het moest afwijken, want dan ja. zou de onderliggende index gaan bewegen. Ja. Uh, dus ja, dan als je dat had gedaan, nou we staan nu 6,95, dus uh, dat kolletje, uh, uh, dat had nu dus uh, 20 euro's gedaan en het poetje was je kwijt. Ja, je kopt dus, de poet. En uh, ja, ik heb ook alleen de poet, maar niet die, die, ik hield mij niet aan de strategie die ik van tevoren bedacht had. <laughs> wat is eigenlijk zeker van? Kijk wat het er mooie ervan is. Dan heb je dat ene poetje. daar verdien je dan wat ja. op. Maar uiteindelijk baal je gewoon als een stekker. Want je aandelenpot je gaat veel harder op laag. Dus per zit je op een dik verlies. Dus ja. eigenlijk ben ik hartstikke blij. Prima, en daar gaat het om. Simon, wat, wat, wat maak jij van zo'n cijfer vandaag? Want het is natuurlijk de eerste keer dat het, dat het cijfer een beetje meevalt. Meestal valt het tegen steeds. Ja. Is, dit een, een, is dit nou een grote stap? Of zeg je van, nou, dat is gewoon een beetje ruis eigenlijk? Ja, de markt ziet het als een hele grote stap. Maar het kan ja. natuurlijk best volgende maand weer anders zijn. En er zijn heel veel onderliggende factoren uh, waardoor, die, uh, uh, waardoor dat, dat CPI-cijfer uh, bepaald wordt. Allerlei deelfactoren. Uh, en en uh, ja, dat inschatten is, is, is ook niet echt makkelijk. Maar goed, dit keer zaten de analisten er toch best wel een stukje naast. Ja. Uh, nou uh, nou ja, maar, 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 7,9, 7,7. Het is ook wel uh, dus ja. Ja. Zo Alleen, Het niks. is wel bizar hè, hoe er dan op gereageerd ja, ja, daarom. daarom dus, dus iedereen is uh, yeah, trigger happy en is blij om te kopen op, 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 op relatief goed nieuws. En, en dat is wat je ziet. En, en dat is op zich positief. Hè, dat, er, dat, uh, dat er dus heel enthousiast gereageerd wordt op nou ja, licht positief nieuws, maar we, ja. moeten, we moeten voorzichtig zijn. De Fed zal daardoor niet het hele beleid uh, anders maken en gewoon nee. ook weer uh, nog een verdere rentehoging in december doen. Ja. Um, dus uh, het is een lichtpuntje. Het is absoluut een lichtpuntje Ik ben er ook heel blij mee, Albert. Ja, ik denk wel? ook op korte ja. termijn dat dat is. Je, je kijkt in de markt wordt ook vaak gestuurd door, door daghandelaren, mensen die met opties heel, heel kort op de bal spelen. Uh, ik, ik las dat die put call pariteit dat die heel erg uitgeslagen was naar Poets, men best veel negatief was. Nou ja. Maand geleden was het trouwens andersom, toen had het er ook over, van mij, dat ook maar twee tienden afweek van de consensus. En dat het toen hard omlaag ging. Ja. En toen ja. ging je ook weer hard omhoog, hè? Toen ging je even naar die ja. 6-11. En toen boem weer de andere kant op. En uh, nu maar staan. Ja, een... kolletje, een toch? Ik had één kolletje, maar die heb ik alweer uh, ja, voor 500 euro weg begin ja. Dus dan ben je jouw probleem hè? Dat je dan te vroeg je winst neemt. Want nu had je dubbel de kant. <laughs> ja. Meer is nooit vol bij sommige mensen, maar ja. soms moet je ook gewoon tevreden zijn al. Je hebt een um, bieststukje van Loetje verdiend. Ja, stukjes binnen. Um, ik heb even gekeken naar de, de grootste cijfers en vandaag. Wat opmerkelijk bijvoorbeeld, ik zie, zie dat Adyen uh, gaat iets uh, van 7-8% omhoog. Uh, is daar een bijzondere reden voor dat zo'n aandeel uh, het hart schaadt? Je, je hebt Adyen, Heb je Adyen al, of niet? Ja, nog steeds niet. Ik heb nu wel. Okay, ik hard. heb Adyen. Ja, opnieuw beginnen. Ja. Dus, uh, ja, dat staat het voor waarom gaat zo'n aandeel extreem hard? ja, je ziet natuurlijk best wel veel, ja, zeg maar techbedrijven die uh, hard waren afgestraft, zie je nu in één keer behoorlijk hard bouncen. Dat is dan, ja, dat is een beetje. Een beetje het is puur speculatief natuurlijk om dat te zeggen. Maar eh, je had in Atjen sowieso een behoorlijk grote verkoper waarschijnlijk zitten. Want die had een melding gedaan oh ja, dat, ja, dat Janus, hij van 500% de 3 was gegaan. Die moet ik toch een bedankje uh, sturen. Dus dat, dat is de een. Uh, twee is natuurlijk, ja, we zaten deze week zelf een beetje uh, te spelen met een DCF op Adjen. Omdat het extreem free cashflow positief is. Er staat enorm veel. Cash op de balans dus het zou eigenlijk aan Al Simons en Mettwicks uh, nou, de DCF, uh, uh, DCF is Ja, alweer. oh ja, dat zijn de, 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 de kaststromen, uh, ja. teruggerekend. Uh, naar nu, uh, het enige wat ze voor Simon niet doen is dividend betalen, omdat ze dat het makkelijkst. Ja. Alleen als je dat dan uitrekent, en uh, ja, we hebben natuurlijk we rekenen eerst als je een DCF had, dan reken je met een, dan noemen ze dan de gemiddelde kosten van het kapitaal, dan noem je de WAC, de uh, weighted mm. average cost of capital. Ja, als je dan uh, een rente hebt van nul. Of je hebt een rente van, zoals in Amerika bijvoorbeeld, 4%. In Europa nu, nou, laten we zeggen, 2, 2,5%. Als je dan ziet hoeveel, als je die, die, die kaststromen tegen een 2, 3% hogere uh, multiple terugreken naar nu, ja, dan halveert bij zulke bedrijven gewoon de, de waardering omdat heel veel toekomstige kasten uh, of de ligt voor een groot gedeelte in de toekomst. Ja. en ja, misschien dat er dan nu een beetje bij dit soort bedrijven daar een beetje opluchting is. Aan de andere kant, ja, het is ook wel een beetje een e-commerce play, hè? Want het zal uh, ja, allemaal betalingen veel online, ook een stukje point of sales. Dat ze denken, nou inflatie naar beneden, dat de consument misschien weer ietsje meer vertrouwen kunnen hebben. Maar het is meer een beetje het opnoemen van mogelijke variabelen in dit ja. verhaal. En het is ook een aandeel dus, wat wel heel hard gedaald is. Hè? Ja. Dus, dus dan krijg je ook dat in de bounceback uh, snel ja. omhoog gaat. Naast, ja. uh, naast die andere factoren die Albert al noemde. Misschien Simon zijn uh, vooral uh, simpele uh, uitleggen gewoon het beste in dit geval. Ik hoop komen ah, ja. We laten al uh, de Nee, omhoog, maar Ja, het ja, is wel zo. Als, als, als sentiment uh, positief wordt en dat, dat is heel snel uh, gedraaid, dan, ja. Uh, ja, dan, dan, dan ja. gaat het ook weer het snelste omhoog. Omhoog, dan, dan okay. stappen de speculatieve beleggers weer in. En dan uh, kan het heel hard gaan. Okay. Uh, Simon, ander punt. Nu, nu um, um, de inflatiecijfer wordt natuurlijk gekoppeld aan de rente. Minder inflatie betekent dat de rente minder hard omhoog hoeft. Wat heeft dit nou voor invloed uiteindelijk op, op het, het idee dat er een uh, recessie aankomt in, in Amerika of hier? Hè? Uh, betekent dit nou een, een, ook een mindere kans op een recessie, zeg maar? Dat het wat rustiger aan gaat allemaal? Mm, nou, dat, 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 dat denk ik niet. Uh, het is niet per se dat... Uh, dat de angst voor recessie afneemt, um, maar, maar misschien dat die uh, kans groot dat we er al in zitten in recessie, maar, maar uh, het gaat meer om de, de, de maatregelen die de de Fed, de centrale bank moet nemen om, uh, ja, om te hoge inflatie uh, te voorkomen dat, dat er minder maatregelen over moeten worden lees minder minder rente staan. dat is dat is feitelijk het belangrijkste. En, en natuurlijk kan je uh, denken van oké, okay, minder rente minder stijgt, dan komen er minder mensen in problemen. Heb je minder uh, mm -hmm. uh, ja, uh, bedrijven die ja. potentieel omvallen omdat ze rentelasten niet meer kunnen dragen. Of, of, of consumenten die de hogere hypotheekrente bij variabele hypotheken niet meer aankunnen. Uh, dus dat, dat, dat uh, is natuurlijk wel de afgeleide daarvan. Ja, dat is nog niet meteen de directe stap. Ja. Nu zijn er zijn ook bedrijven die vandaag niet profiteren van deze... deze uh, um, dit, dit mooie, of mooie inflatie is nog steeds waardeloos. Maar goed, het is een, een meevallende inflatiecijfer. Shell bijvoorbeeld euh, doet, doet niks. Vandaag wat lager. Ik heb het er met jou ook de vorige keer dat je was, in de podcast hebben we het uitgebreid over gehad. Um, voor olieaandelen niet meteen goed. Maar je hebt een olieaandeel die het dan weer wel goed doet. Ja, we hebben een, een, een energieaandeel. Energieaandeel. Ja, dus, je uh, wordt uh, boos ja. als ik olieaandeel zeg. Nou zet. ja, nee. Maar, maar uh, ja, dat doen ze niet meer. Het is een voormalig olieaandeel. Ursted uh, hebben we het over. Deense... Uh, uh, voormalig oliebedrijf wat zich omgevormd heeft tot een uh, uh, ja, windenergie speler en de grootste wereldwijd op het gebied van uh, offshore windenergie. Uh, dus die bouwen uh, ja, al die mooie windparken op zee, zoals in Nederland Bosch, Park en nou, Hollandse mooi, kust. Dat woord mooi tussen haakjes. Uh, en... Ja, mooi in de zin van niet vervuilend en groene stroom, zeg maar. Dus in die, ja. zin, in die zin mooi. Uh, en, en dat doen ze niet alleen in Nederland, natuurlijk doen ze ook in de UK en in Denemarken, Duitsland, Verenigde Staten. Langs de Oostkust ja. worden overal nieuwe plannen gemaakt. Um, dus uh, ja, dat bedrijf, uh, ja, als de, uh, ja, als de olieprijs uh, daalt en als het oliebedrijf tegen zit, dan, dan gaat het met... Uh, dus dat gelijk weer wat beter. Ik zag ja. ze net 7-8% hoog staan. Er okay. dus. nou, zijn er dan ook projecten die veel met schuld worden. Die worden toch ook veel met schuld gefinancierd? Omdat het vaak Je hebt 20 jaar staan die windmolens. En dan wordt er een SPV opgezet, denk ik, een speciale entiteit. Met een beetje schuld erin, toch? Of niet? Dat ze ook last hebben. Om dat, dat die misschien wat last hebben als die rente is heel hoog hoor. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat dat allemaal van tevoren vastgelegd uh, wordt voor, voor een hele lange tijd. Dus principe, ja. uh, misschien dat het in de toekomst moeilijker wordt omdat. Te financieren, maar, ja. maar het is niet dat bestaande projecten daar, daar last van nee, gaan hebben. Uh, nou ja, de, de meeste, zeg maar, uh, is een echte ontwikkelaar van die, van die uh, uh, mm -hmm. parken. Uh, en zodra ze dus uh, uitontwikkeld zijn, dan, ja, dan, dan verkopen ze ook vaak, grote, vaak ongeveer de helft, zeg maar, aan, ja. aan, aan institutionele partijen, aan grote. Ja, 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 ja. Okay. Um, en, en de grap is de verkoopprijs. De laatste paar keer dat ze gedaan hebben, bijvoorbeeld Borstele 2 werd verkocht aan het Noorse uh, Staatsinvesteringsfonds. Uh, 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 ja, de prijs die die Noor betaalde voor de helft van dat park, was meer dan de, uh, de ja. kosten voor het ontwikkelen van het hele park. Dus de andere helft van, van, van het park staat gratis in de boeken nu. Oké, okay. uh, dat is mooi. Ja. Okay. Nou, we we, we, we ja. gaan zo ook nog een, even een aantal kwartaalcijfers langs. We gaan even kijken naar uh, ook een van de grootste cijfers vandaag. Albert, zou zal jou plezier doen. Just Takeaway. Uh, Volpak gaan we er nog even over hebben. Uh, maar we beginnen natuurlijk eerst even, dat zou ik, zou ik bijna vergeten. Jongens, wat heeft ons deze week verbaasd? Albert, mag ik met jou beginnen? Ja, dat is iets wat mij al langere tijd verbaast, maar ik dacht van nou, ik wil toch een keer een moment pakken ja? in deze podcast, niet om dat een keer te vertellen. Dat op social media, maar ook bij bijeenkomsten, uh, zie ik tegenwoordig heel veel uh, ja, nieuwe mensen die zich uh, ja, zeg maar als een soort beleggingsexpert uh, aandienen, zoals wij. Uh, ja, net zoals jou in <laughs> dit geval, ja. En dan is het uh, uh, beleggen met Piet in 10 minuten. <laughs> Beleggen ja. is niet moeilijk. Ja, ja. <laughs> Investeren in zes minuten. Je leest gewoon één à en je kunt beleggen. En uh, de hoeveelheid, uh, hoe dat als paddenstoelen op dat social media uit de grond is geschoten, dat is gewoon bizar. Uh, en ja, ik kan mensen die luisteren, en zeker jongeren die luisteren, één ding vertellen: beleggen is niet simpel. Het is niet makkelijk en je doet het niet in één minuut in de week. Tenzij je gewoon een ETF elke week bijkoopt en daar laat je het mm -hmm. bij. Alleen, uh, ja, er worden zoveel cursusjes en dingetjes ja. gedaan om even te volgen. En dan ja, zie je soms zulke inhoudsloze boodschappen. Dat je echt uh, mij verbaast dat dat dan ook nog wel echt gevolgd wordt. Dus dat is wat mij verbaasd ja. heeft al een aantal weken. Maar ze gooien die cursussen tegenwoordig in het stapbudget, hè? Want dat is die heel, krijg je heel, heel nog bij. Heel noodzakelijk voor je voor, uh... voor uh, toekomstige uh, arbeidsparticipatie. Maar daar gaat het mij nu niet specifiek om. Nee. Maar het, het is gewoon uh, 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 een aanwas van. Uh, nou, zeg maar. Uh, ik denk niet eens dat ze de middelbare schoolbewijssprek al hebben afgerond. Nee. En dat ze dan een, uh, op de social media van. Uh, nou, ik heb tien tips over hoe jij gaat beleggen. En dan kun jij het al. Ja, dit is echt uh, kansloos. Ah, nou, dat is een, een rol die zeg maar. Uh, tien jaar geleden nog bij de banken lag. Om dat soort mensen te begeleiden bij het opstarten van hun transportwagen. Dat kun je nu gewoon met een LOE cursus. Ja, dat heeft ook een beetje met YouTube te maken. Dat dat het. Het is niet eens YouTube. Het is echt dat Instagram, TikTok, die dingen. Tiktok zijn al die hele korte filmpjes. Nou ja, ja, zo, dan, zo dan simpel je, is het. Dan, dan moet je dus ook <laughs> wel heel snel uitleggen. Ja, maar zo simpel maar ja, is het is, toch, het is toch op zich wel goed dat, dat met name jongere mensen dat die hierna komen met, met beleggen. alleen ik, Jawel, ik, maar dan wel op de goede wijze. De coronatijd zag je natuurlijk dat er een enorme wildgroei was. En dat okay, met, uh, heel veel van die, 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 die eh, nou ja, influencers, of hoe we het ook noemen, die hebben het ook heel veel over crypto's bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar wordt ook heel veel over gedaan. Ja, daar hoor je ze nu niet even, zo even, vaak uh, meer over. Ja, je doet even, je pakt zo'n grafiekje zo. Tuk, 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 tuk. En dan, ja, die moet je hebben. Ja. Ja, Heb <laughs> uh, je gehoord, Simon, wat er nu aan de hand is in de cryptomarkt? Ja, dus is uh, een grote overname die niet doorgaat. Dus, uh, Albert <laughs> ja. kun je het even uitleggen hoe het zo ja, Om Albert weet er veel meer van, dan ik. Ja, uh, ik weet er niet heel veel van, maar ik weet er iets van. Hè? Want uh, ik ben geen expert op dat gebied. Alleen, er was een, uh, een, uh, een beurs, uh, of Binance, die had uh, een positie in een bepaalde currency van een andere beurs. En uh, die hebben ze verkocht. En uh, wat, wat is de naam van die beurs? Die uh, FTX, FTX. FTX, ja. De, nou, de tweede stablecoin. En die hadden toen in één keer uh, uh, enorme problemen. Oftewel, die werden uh, binnen no time boef failliet. Nou, toen zei dat Binance, die dat eigenlijk volgens mij, zoals ik het vanaf ja, de zijlijn lees, veroorzaakt. Dat. Toen zei ze, hé, hey, dan kan ik je wel overnemen. Nou, vervolgens zijn ze, want hij kwam met een, een of andere, je liet het nog zien, <laughs> met een, een of andere sync, Kitchen yeah. sink. Kwam hij daar binnen lopen bij het bedrijf om eens even te kijken. Ja, dat was een meme. hij is dat, een meme, ze, ja. Ze, ze, ze deden musk musknaam. En ja, want Musk had dat ook gedaan. Nou, en dan had hij gezegd: nou, dat het dus, dat, idee was dat Binance dan het ging overnemen. Nou, heeft hij even in die boeken gekeken? En toen dacht hij: uh, nou, ik heb het gezien. Ja. Ik hoef het niet, want ja, nu geprofiteerd hij er gewoon zelf van, want ja, Binance staat wel overeind. Alleen dat heeft natuurlijk wel weer het vertrouwen in de hele crypto-industrie gewoon een enorme beug ja. gegeven. En de, uh, nou, de enthousiastelingen die zullen zeggen: dit is goed voor de industrie, want die wordt volwassen. Maar ja, dat hebben we natuurlijk nu al een paar keer gehoord. Hè? En in de crypto winter, dat horen we nu nog een keer. Uh, en ik geloof ook absoluut wel in de toepasbaarheid van de blockchain technologie. Dat daar onwijs veel goede ideeën in zitten die gebruikt kunnen worden. En dan zullen er ook munten gekoppeld zijn die het fantastisch kunnen gaan doen. Alleen dit laat wel zien dat het nog steeds uh, ja, toch echt ja. erg in ontwikkeling is. Uh, en dat het gewoon heel erg oppassen is. Ja. Want als je in deze wereld niet weet wat je doet, dat is bij de aandelen ook zo, maar dat is hier nog veel erger. Ja, dan uh, de Quick -witch, Witch Schemes, die hebben hier natuurlijk uh, vrij spel gehad. Ja. Alleen, uh, ja, dit is wel weer een, uh, een tik voor het vertrouwen in die sector. Ja, en dat FTX schijnt nu een schuld te hebben van 8 miljard. <kijnt> en er zijn allerlei partijen, ja, die kunnen dus niet bij hun, bij hun, uh, bij hun wallet, die ze daar bestaan. Ja. En er schijnt dat els Salvador het land dat hij daar ook zijn bitcoins heeft. Maar goed, we zullen wel kijken hoe dit uh, gaat uh, uitpakken en... Uh ik, ja. heb laag, ik heb nog toen een keer een filmpje gezien dat iemand naar onszelf ging om met bitcoins te betalen. We van die laser eyes, ja, dat kan. Daar ja. kom ja. in de kiosk, kun je met bitcoin betalen, ja. maar, maar liever niet. Zeiden ze, maar toch het kon ja, wel. Het kon wel ja. Simon, um, ja, dit is ook natuurlijk verbazingwekkend. Wat heeft jou verbaasd deze week? Nou ja, ik, ik ga dan ga toch een beetje naar de ja, wat meer stabielere aandelen. Uh, ja, uh, zo uh, kennen uh, we ook en, Ja, nee, ik uh, verbaas me over AOT, die kwamen met prachtige kwartaalcijfers uit en, mm -hmm. en, en hebben ook verwachtingen veel jaar boven bijgesteld. En, uh, en, en eigenlijk zijn we aan het begin van het jaar. Hè, dus we begonnen het jaar met een winst van Ja jongens, 2021 wordt toch... Uh, 2022 wordt dan niet zo mooi als 2021. Nee. Wij verwachten iets lagere marges. Nou, bij de supermarkt gaat het om tiende. Maar, maar omdat... Uh, ja, dat is toch een groot impact op de totale winst. En nu blijkt dat in het derde kwartaal de marges gewoon net zo hoog zijn... als dat ze vorig jaar waren om deze tijd. En dat die hele winstlaarsruim dus eigenlijk niet nodig was. Nee. Um, dus ja, daar, daar verbaas ik me dan wel even over. Dat uh, management eigenlijk te voorzichtig is geweest in zijn voorspellingen. Ja. Is er een aandeel wat jij in je portefeuille hebt bij... Uh, probeleggen? Of nou, niet bij probeleggen, uh, wel uh, in het uh, systeem. Ja. Um, en uh, ja, op zich uh, is het natuurlijk een, uh, een, een prima verhaal. Uh, ze, ze, ze blijven gewoon groeien, hè? Uh, zowel verkopen per winkel als aantal winkels in het gebied uh, en eventueel ook uh, door overnames in aanpalende gebieden. Uh, dat is een prima strategie en, en dat is ook precies de reden waarom ze dit jaar toch uh, de, de resultaten van vorig jaar kunnen matchen, ondanks dat er uh, ja. niet uh, sprake was van lockdowns en dat soort dingen. Ja. Uh, en, ben je en, nu een uh, beetje bang geworden voor de, van die uitspraak dat uh, ze op overnamepad zijn, of niet? Ja, 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 maar dat zijn natuurlijk altijd al geweest. In Nederland hebben ze vorig jaar nog Deen, of dit jaar nog Denen overgenomen. Gewoon ja. dat soort kleinere overnames die prima ja. passen. Ja, ja maar ze verstaande... wilden nu toch in Amerika wat gaan doen, en in gegeven. Amerika willen ze het ook gaan doen. Uh, maar heel nadrukkelijk gezegd van jongens, wij doen dat het liefst in gebieden waar we al zitten. Want er zijn nog ja. heel veel supermarkten te koop, gewoon in de gebieden langs de Oostkust waar we al zitten. Mm -hmm. We gaan echt niet ineens aan de westkust iets kopen. We gaan ook echt niet ineens iets groots doen waardoor het bedrijf daar drie keer zo groot wordt als het was. Uh, maar gewoon in, in aanpalende en het liefst in, in de huidige gebieden. Ja. En dat lijkt me prima, want dan kan je dus operational leverage doen. Dan kan je jezelf de distributiecentra gebruiken. Ja. Uh, en, en dan kan je die voor, voor meer uh, supermarkten gebruiken, jezelf de vrachtwagens laten rijden. Uh, en gewoon meer omzet halen uit hetzelfde gebied. Dus dat is, ja, dat is gewoon een hele slimme ja. strategie. Heb je gekeken naar bol.com? Nou, bol.com uh, uh, groeit ook, uh, zei het bescheiden, maar groeit wel. 5,6%? Ja, dit jaar groeide de, uh, zeg maar de online business in de US groter, sneller dan in, in Europa. Vorig jaar was het andersom. Um, maar, maar online blijft gewoon, uh, ja, blijft gewoon groeien. En uh, ja, er is niks gezegd over plannen om het weer naar de beurs te brengen of niet. Maar misschien gaat het nog een keer komen. Maar, ja. uh, nou, als die niet. beurs het doorzegt als vandaag, dan uh, komt er, er misschien wel van. Maar goed. Ja, dan wordt het sentiment weer veel beter voor ja. dat soort IPOs. Uh, Albert, uh, we hebben natuurlijk uh, Ahold nog in ons elftal, toch, toch of niet? Ja, dat is Ik heb het er ook voor ingezet. Ja, ja nee, dat is een hold in het elfde. Een <laughs> <A> hold. <laughs> wat, wat vind jij van de cijfers? Ja, het waren uitstekende cijfers. Uh, ja. Waarbij wel, wat, wat ik dan altijd wel geïntrigeerd door ben, is dat de winst per aandeel wordt best wel omhoog gesteld hè, voor, voor dit jaar. En dat de free cashflow dan uh, onveranderd blijft. Ja, ze ja, zeiden dus dat, dat, dat ze dat, zei, dat dat, dat dat, een, een uh, non-cash item in voor de helft. Ah, oké. Okay, okay. Wat hoorde je net al in zomaar hoger uitvoeren? Dus, uh, alleen ja, ik kijk, ik heb ze laatst bij ProBeleggen op uh, wat was het 28, 40 of zo had ik toen verkocht. Ook een beetje omdat de uh, ja, hele markt was hard gedaald. Ahold was een zware outperformer eigenlijk ja. geweest uh, voor het jaar. Klopt. En uh, dus, en dan zit je naar waardering te kijken. Nou, de waardering van, van, van bol.com, uh, moet je wel naar beneden schroeven omdat het toch wat minder hard gaat in die e-commerce markt. Dus toen ik zei ook van ja, ik kom ongeveer tot 30, 30, 31 euro. Ja, je staat 28, 40. Ja, in een markt die heel hard weer hersteld is, vraag ik mij dan af van nou, is dit nou iets wat ik dan nou, wacht op betere tijden of betere alternatieven om wat in te doen? Dus uh, ik heb best wel weer, want het was een grote positie. Dus ja, dat is weer. Uh, dus ik had 10% extra cash ja. nu. Dus Oké. Okay. Uh... Als je nu kijkt ja. naar, naar vandaag, hè, dan zie je dat Aal bijvoorbeeld profiteert van de inflatie, <coughs> die voedselprijzen omhoog gaan, meer omzet. Uh, ze profiteren van de sterke dollar. Uh, ja, Beide zijn vandaag, denk ik, wat uh, gaat het de andere kant op. Uh, normaal gesproken zou de dollar vandaag wat kunnen verzwakken. Ja, nou kijk, dus verhaal niet per se goed. Aan het begin van het jaar werd nog gezegd: van goh, die inflatie die zorgt ervoor dat uh, uh, de consumenten minder koopkracht hebben. Ja, slecht ja. verhaal. Ja. Uh, in de praktijk is het zo dat, dat supermarkten ja. over het algemeen bovengemiddeld in staat zijn om, om inflatie door te berekenen aan hun klanten. Er is niemand die, die als je bij de kassa komt en schrikt van het kassabonnetje, zegt van nou ja, dan toch maar niet, dan betaal ik maar niet. Nee, ja. Of gaat onderhandelen over de prijs. Hè? Dat, ja. dat, doen, dat gebeurt bij grote bedrijven wel en zo maar maar ja dat dat kan niet en dus consumenten betalen gewoon als je die hogere prijs uh, doorberekent de hooguit krijg je dat ze wat meer switchen naar naar uh, de 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 eigen producten de white label ja. producten en ja dat of vind vinden dus som alleen maar fijn nee. want de marges erop zijn hoger dan op de op de a uh, uh, op de a-brands. Dus, ja. um, en dat zie je ook terug in de in, de, in, in die winstcijfers. Okay. Um, dus um, nee, de ja. supermarkten die, die, uh, ja, die doen het over het algemeen helemaal niet zo slecht in tijden van uh, ja. inflatie. En, en de inflatie is nog steeds hoog. Hè, ondanks dat het dus twee tienden wat lager was dan. Uh, ja. ja, ja natuurlijk, ook, natuurlijk, de inflatie is niet weg. laten we Nee, het is, niet we weg, en goed. is er jaar ook nog. <laughs> we gaan het de in één richting. Nee, ja. Maar dat zeiden ze zelf ook. Hè, dat uh, ze zeiden van tot halverwege volgend jaar verwachten ze echt nog wel die inflatie en ja. dat ze ja wel wat zien dat ze ja. Ja, dat het door Pasen van de verhoging een beetje, ja. beetje lastiger ligt. Ja, ja. En kijk, een noteert nu op uh, ergens tussen vijf en zes keer de cashflow. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon best weinig. Ja. Uh, ook ook, ook voor de supermarkt zijn we op zoek, maar niet waarderingen, maar dan nog is dit gewoon heel ja. ja. laag waardering. En een mooi in programma van 1 miljard, wat de koers natuurlijk lekker ondersteunt. Absoluut. Ja. Gewoon 3,5% van de aandelen. Ja. Okay. Nou, A en Nico E-Holt. E ja, E-Holt, ja. En Nico, heb jij nog verbazingen deze nee, week? Nee, ik ben of, of, of wel verbaasd het, ja? dat Ajax dat, dat het de laatste tijd zo slecht doet. En toevallig, ik denk, begin je op voetbal? Nee, Ajax is een bedrijf. Okay. Volgens mij is de ja. morgen de, 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 de AVA. Oké, okay, ik volg. Dus niet ik zo. las dat iemand zei: Van ik, ik heb wel een paar lastige vragen voor, uh, voor Van der Sar. Ja. En uh, voor Test wil ik eigenlijk weinig over zeggen. Omdat, maar wat uh, heeft je nou precies verbaasd? Dat ze het zo slecht doen. Ajax. Het aandeel? Zo, uh, het, het aandeel, aandeel. Toch voor, uh, voor het aandeel, 200 je? miljoen. Nee, de spelers. Oh, We hebben voor 200 miljoen aan. Uh, ja. Uh, spelers verkocht en ook wel 100 miljoen gekocht. En nu kom je en toch even... uh, met een beetje geluk. Als wij vanavond dit wordt op donderdag opgenomen, dus ik weet de uitslag natuurlijk niet van vanavond, maar kan thuis kan het moeilijk zijn. Als we met 7-0 winnen, staan we gewoon bovenaan, Simon. Ja, dat is wel weer dat, dat, dat mij dan ook weer maar... verbaast dat jij nog steeds die hoop hebt. <laughs> ja, hoop, hoop ja, ja, maar, maar, maar als je voor 200 miljoen spelers verkoopt, de 100 miljoen terugkoopt... dan, per saldo uh, verzwakt jezelf of dan. Dat? Ja, dat is natuurlijk. Maar goed, ik dus, uh, wil de, zeggen de, dat ze nog wel snap ik he, heel veel gekocht, ja. gekocht ja. hebben ook. Dus dat het daar ook wel. Ja, uh, ja maar ja. Je, niet, we gaan over niet naar het volgende ondruk. onderwerp. Uh, ja. Nu even goed opletten, uh, jongens, meisjes, dames en heren. Thuis, want we hebben een rapport. Albert, we hebben een rapport. Met ja. acht overnamekandidaten. Nee, mogelijke overnamekandidaten. Mogelijke overnamekandidaten. <laughs> die kun je nu. De link staat hier onder de video. Die kun je downloaden. Kost niks. Ja. Helemaal gratis. Uh, daar moeten we het even over hebben. Er staan acht namen in. Die gaan we natuurlijk niet weggeven nog. Want die staan in het rapport. Ja. Eentje willen we er noemen die erin staat. Hè. dat is ook waarschijnlijk de, de, wat nu wat. Speelt eigenlijk? Volpak? Nee. nee, volpak nog niet. Simon, staat hij erbij eigenlijk? Dat gaan we niet verklappen. Kunnen we er niks dan. over zeggen? Okay. De BNS groep, de Bullshit groep. Ja. Nee, dat er is dat, geen dat, aandeel dan. waar jij denk ik uh, ja. uh, uh, ook maar één seconde naar zou kijken als uh, nee. dividendbelegger. Nee. Klopt. Ja. Albert, ja. jij, jij hebt positie ja, daarin? Ja, nee. Nou, kijk, we, we hebben een rapport gemaakt met het idee van hè, we hebben, is dus, 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 dus best wel veel. Ja. Cash aan de zijlijn, ook bij private equity. En je ziet wel dat de public-to-private, bijvoorbeeld, hè, dat dat wel een rolletje speelt. En je zag natuurlijk ook dat uh, ja, bedrijven die best wel zwak gepresteerd hebben op de beurs, zoals Boscalis, nou dan voelt er toch iemand uh, die, vo die voelt zich trigger happy en die uh, weet met een beperkte premie van de beurs te trekken. Dus we zijn dus door de, uh, de AX, AMX en zo zijn we gelopen. En we hadden er ook uh, nog iemand op kantoor die doet te veel in private equity, dus die hadden we er ook nog eens uh, mee lopen discussiëren. En zijn we tot een lijst gekomen van acht bedrijven waarvan we. We dachten dat die kansrijk zijn. Nou, degene die we nu weggeven, de rest kunt u in het rapport lezen. Dat is dan uh, ja, de BNS-groep. BNS uh, maar dat is ook omdat uh, de grote aandeelhouder, die 68% heeft, die heeft een overnamebod, had hij al gedaan. Alleen daar heeft de Raad van Commissarissen gezegd: uh, waarschijnlijk waardeloos bod. Nou, ja. dat zal ons ook allemaal niet verbazen. Want. Uh, Desbetreffende, Bieder uh, uh, Willem. Die, uh, ja, die, staat als, die staat niet bekend. Waarschijnlijk omdat hij uh, dikke premies gaat betalen. Nee. Nou, nu is het gewoon zo, zo. Deze week kwam het nieuws dat 10% van de aandeelhouders uh, die hebben zich schijnbaar. Ja, ja die zijn in uh, protest was of die ja, zijn in overleg. Dat weten we allemaal niet. Maar die konden uitstel aanvragen van de vergadering die op 18 november zou plaatsvinden. Dus dat is vier weken vertraagd, 15 december wordt het nu. Uh, ja, Kijk, ik heb die aandelen speculatieve kleine positie in mijn uh, pro-beleg-portefeuille uh, en ook privé. Uh, en dat is, nou, dat is nou iets wat dat je zegt: uh, dat is een aandeel waar je, uh, nou, ik denk, zes in een kwartje. Hè, dat lijkt me wel reëel. Alleen als ik het goed lees, want het is in Luxemburg uh, gevestigd officieel, er is voor mij heel weinig tegen te doen uh, voor deze ja-ja grote aandeelhouder om gewoon ja. de boel uit te melken. Dus ik denk dat het een, een zeer gereden kans is dat dat, dat, gaat, gebeuren. Gaat, dat, dat gaat gebeuren. Uh, maar je moet niet erop rekenen dat je hier, uh, ja, als je 7 krijgt, mag je op nietjes dankbaar zijn. Maar dat Hij zal geen 14 gaan. euro gaan betalen zoals wat wij hem betaald hebben. Destijds. Ja, maar zoals wij destijds, toen <laughs> naar de beurs ging, was het 14. Ja. Uh, maar dat spel, is, dat spel is op de wagen. Maar ja, ja, uh, ja. Uh, zoals altijd zeggen, garanties tot de voordeur. Precies. En één ding weet je zeker, je weet het nooit zeker. Waarom? Simon, jij zegt FOPAC? Ah, Ik ja. weet niet, we gaan niet verhalen of die. Ik eh, heb het rapport nog niet heeft, gedaan, maar, maar, maar dat is jij, jij hebt, een gokje. We hebben het de vorige keer ook gehad over FOPAC, toen zei je van, nou dat is gewoon eigenlijk geen aandeel, maar het is infrastructuur. Kun je dat nou ja. eens uitleggen? Ja, nou ja, kijk, Vopak is natuurlijk een bedrijf wat op uh, uh, 20, 30 plaatsen wereldwijd op strategische locaties in grote havens uh, onroend goed heeft met daarop uh, opslagterminals voor, voor olie, gas, uh, chemicaliën of uh, 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 nou ja, biobrandstof tegenwoordig mm -hmm. ook in Ophons. Ja. Um, en, en ja, daarmee is het eigenlijk het goedkoopste onder het goed aandeel van Nederland. Want, want als je ziet wat er dus voor op de beurs betaald wordt voor dat bedrijf, uh, in termen van, uh, uh, nou ja, van multiples, mm -hmm. dan is dat een stuk lager dan, dan wat uh, ja, betalen voor, voor de multiples in, in uh, nou ja, noem even uh, woningen, kantoren of winkels. Ja. Dus, dus ja, als je op die manier kijkt, is het erg goedkoop. Uh, en dan weet ik natuurlijk ook wel dat uh, niet iedereen op die manier kijkt. En dat er gewoon heel veel beleggers zijn die gewoon nu zeggen van ja, wacht even. Uh, die olieprijs is zo hoog. Waarom zou ik mijn olie nog uh, opslaan? Ik verkoop het gewoon direct in de markt. En, en, en dat is de reden dat die ja, bezettingsgraad van die olietanks relatief laag is. En, en, en dat zie je terug in de, ja. in de, in de ja, winstgevendheid van, uh, van Vopak. Oké, okay. nu komen ze morgen met cijfers. Als mensen dit zien, dan, dan uh, zijn die al geweest. Ja. Uh, heb je daar enige verwachtingen bij of zeggen van, nou ja, we... nou, oké, okay. de, 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 uh, wat je dus ziet is dat je eigenlijk een tweeling hebt in het Aan De ene kant dus de traditionele uh, olie terminals, die worden steeds minder belangrijk omdat ze een aantal verkocht hebben de afgelopen jaren. Um, en eigenlijk alleen nog de grote strategische tunnels overgehouden hebben en, en daarnaast uh, en die zijn dus afhankelijk van de olieprijs en daarnaast de uh, groeiende business in de, ja, biofuels uh, gasoverslag heel belangrijk nu mm -hmm. um, en en uh, chemicaliën dus er veel in gas allemaal al inmiddels over nou ja ze bekendste bekend voorbeeld is natuurlijk die die gastunnel in de rotterdamse haven waar lng vanuit de hele wereld aankomt wat ja. in nederland dan hebben eh, we nu om zitten te springen zeg maar in de huidige winter um, dus dat is uh, dat is vooral uh, overslag het is te hopen dat het heel heel wordt voor, uh, voor opbouw, blijft de tank lekker vol. Uh, ja, nou ja, <laughs> uh, volgens mij uh, zijn ze vooral gebaat inderdaad dat er veel boerenstankeringen in de overstand Maar, maar uh, nou ja, dat is, dat is de groeiende en uh, ja, de, de wat meer winstgevende kant van, uh, van het verhaal. Dus, uh, dus ja, waar ik naar ga kijken is uh, of je dat ook werkelijk terugziet in de, okay. in de cijfers. En op een uh, gegeven moment zullen beleggers daar meer ja, meer uh, gewicht aanhechten en, en meer op die manier kijken. Maar consensus is wel voor mij dat de winst een paar procentjes uh, gaat dalen. Het is allemaal uh, qua groei. En uh, ik heb ze ook hè, bij ProBeleg. Dus dat even disclaimerd. Mm. Uh, maar dat het uh, een paar procentjes winst zal dalen. Maar ja, dat heeft gewoon mee te maken dat uh, bezettingsgraden ja. laag komen. Dus jaar op jaar is het op dit moment, ja, niemand raakt het aan. En iedereen die loopt met een bochtje omheen. Alleen ja, als je een beetje tegendraads durft te kopen. Uh, dan is het denk ja, ik. Ja, heel, heel duur is het niet meer, toch? Ah, het, is, het, is, het is heel goedkoop. <laughs> ja. goed maar ja, de, maar, hè, Simon die gooide de naam erin natuurlijk ja. uh, vanwege het Leisi. Ja, precies. Uh, dus, uh, maar waarom op het Ja, ah, Kijk, de, de grote aandeelhouders, die uh, ja, heeft natuurlijk een reputatie op het uitkopen van uh, minderheidsaandeelhouders. Uh, ja. uh, Boskalis was natuurlijk laatst het uh, de laatste ja. voorbeeld. En, en ja, de, de verwachting is alom in de markt dat dat ergens in de komende jaren ook gaat gebeuren met uh, met maar kunnen ze het makkelijk betalen? Ja, ze kunnen prima betalen nou, ja. met alle cash die ze hebben. Als ja. Hal het niet doet, dan doet niemand het. En Hal en, en kan niet meer betalen. Kan niet Dus uh, ja. 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 waarom niet? Zou het zou zomaar kunnen gebeuren. Misschien dus moeten we eens even bellen of zo. Wil je een ik, nummer ik, van Hal? Nee, nou, ik, nou, ik, ik, ik wil, wil wel. Uh, maar dit keer niet zo'n zo, zo, zo slecht bot. Hè. We willen wel gewoon eventjes die 30 euro op het scherm hebben. Niet ja, op laatst ja, nog een eurotje erbij. Niet dat geklier van 26 en dan nog een euro op de laatste dag. Daar hebben we geen zin in. Volpak, dus. Nou, het rapport. We waarom hebben, wil de, jij de, de ze aanbieden? Wat? Op hoeveel? Ja, ja waarom wil jij ze aanbieden? Ik denk dat het aantal zeker 40 euro waard is. Zo. Ja, ja. maar goed. Die van, mij 35. Zin, uh, sorry? die van mij krijgen ze 35. Nee, die, van, Vijf, nou ja. die van mij krijgen ze 35. Die van mij krijgen ze 30. <laughs> <laughs> dat heb ik je vaker door te zeggen en daar kom ik zo meteen op terug. Um, <laughs> Dit rapport, dit rapport kun je dus downloaden op, uh, uh, onder de video. Zet ook op onze site, uitgebreide beschrijving. Helemaal gratis. Uh, en dan kan je rustig kijken wat er allemaal tussen staat. Oh, ik, ik zei ja. net al: ik wil even naar Justy takeaway. Want het is eh, niet omdat wij daar zo mee bezig zijn. Maar het is vandaag gewoon een van de grootste stijgers. Um, V-caps is veel over te doen. Hoe ja. zit dat precies in elkaar? Ja, dat is een goede vraag, Nico. Dat is een vraag hoe dat aan jou. precies in elkaar zit. Nou, hoe het precies in elkaar zit, uh, wat de status is, dat weten we natuurlijk niet. Want er zijn vier caps in Amerika. Dus dat betekent dat Justy take weer maximale vergoeding mocht rekenen op het bezorgen van maaltijden. Mm -hmm. Nou, dat is in heel veel staten is dat, uh, geïnstalleerd. Maar in heel veel staten zijn er ook weer aanpassingen gekomen omdat corona voorbij is. Maar in uh, de New York uh, in New York, in uh, de area is dat nog niet gebeurd. En dat is voor Justy een enorm belangrijk onderdeel van hun business in Amerika voor Grubhub. Mm -hmm. Nou. Uh, bij de conference call, daar hebben we het laatst hier al over gehad, toen hebben we, nog, hebben we voor maar drie keer teruggeluisterd. Toen werd de vraag gesteld, hou we bij die fee caps? En toen zei Groen, uh, Jitsen zei letterlijk van, uh, want hoe voel je je daar nu bij? En toen zei hij, nou ik voel me er heel goed bij. En toen ging hij daar nog op in. Dus hij, hij, hij gaf een soort voorzet in mijn ogen, onze ogen, uh, dat daar verbetering zou kunnen komen. Nou, nu is er, uiteindelijk zijn de nieuwsberichten gekomen, inderdaad, dat, er, uh, uh, ja, dat daar echt een uh, hele actieve benadering gaande is om, net als in San Francisco, zo'n soort zo model te introduceren. Nou, mm -hmm. Dus die tekenen maakte in de eerste helft van het jaar. Uh, 150 uh, of 70, 75 miljoen verlies door vier caps. Dat hebben ze gedisclosed. Dus op jaarbasis praat je over 140, 150 miljoen. Ja, als jij nu break-even bent in H2, maar je bent nog wel free cashflow negatief. Maar er komt in één keer padboom boom, uh, voor volgend jaar 150 miljoen EB daarbij. Ja dan kun je misschien ook wel eens naar een scenario gaan: 150. En er werd geprognoseerd 100, 250 miljoen, kwart miljard. Dan zit je ook in het free cashflow positieve scenario te denken. Ja, dat is wel een gamechangje. Dat je weet van, hey, het bedrijf is dan nagenoeg schuldenvrij als iFood verkocht wordt en er wordt geen cash meer verbrand ja dat haalt natuurlijk het risicoprofiel van het bedrijf wordt compleet anders voor heel veel beleggers en de waarde van zo'n grup, up natuurlijk, als daar in één keer uh, 150 miljoen EB daarbij komt en ze willen dat verkopen, hebben ze gezegd. Ja, ja. Weet we ook niet als dat zo is, nog steeds. Uh, ga er wel van uit, want dat is de officiële statement nu. Maar ja, als je daar een multiple op die 150 gepakt uh, van 5 of van 7, ja, dan is het ook 750 tot een miljard meer waard, ja. Ja. Op destijds een market cap van een miljard. Uh, dus dat is wel uh, substantieel. Dus het aandeel... Uh, ja stijgt ook wel op die hoop maar ja, we moeten nu al niet het, uh, het geintje krijgen natuurlijk dat het bericht komt uh, gaat niet door in <laughs> New York want we lopen nee. natuurlijk nu wel lekker voor te maar maar er, er dan is, dan is toch niet echt een reden meer om die vier caps nu nog nog te handhaven dus toch een, is toch een beetje diefstal ja daar ben ik het helemaal met jou mee He? eens <laughs> toch maar kreeg je dus een aandeel Simon nou ja ik, ik vind het een moeilijk bedrijf uh, a omdat het dus niet winstgevend is en geen dividend kan betalen maar b ook omdat er gewoon heel veel concurrentie is in die in die markt ja. en um, ja allemaal spelers die, die het ook moeilijk hebben, die echt uh, vechten om ieder klant. Ja. Uh, maar ze vallen nu een beetje om, hè? Dat ja, ja. betekent ook dat er ja, ruimte komt. Dus dat is het voordeel, inderdaad. Ja. Dus dan wordt het misschien iets interessanter. maar, maar Het ja. is wel een markt die je qua penetratie nog op veel gebieden kan verdubbelen. Dus uh, er is nog een wereld te winnen. Ja. Uh, ja, dat is waar. Alleen liever wel met wat minder spelers. Ja, ja, ja. Dan, ja. en hopelijk ook. dan iets hoger marges. Ja. Nee, dus uh, ja, doe het lekker mee nu. En uh, ja. hopelijk komt dat nieuws. Nou, ja, we hebben nog een lange weg te gaan, natuurlijk. Maar we zijn goed op weg. Laten we het zo ja. zeggen. Um, jongens, jullie hebben een gezamenlijke historie ook, hè? Van de week kwamen de cijfers van ABN en Amro uit. En jullie hebben allebei ja, gewerkt op dezelfde afdeling, geloof ik. Nee, samen. Samengewerkt? Met de bij de ABN. Samen, met de samen een belegging. Een samen met de ja. Europese hoogdividingen. Oud collega's. Ja, nee, was, was, het beetje, kar, ja. was een beetje mee te werken? We zaten we samen als, uh, een team. Team. als jongen of was die uh, net als nu. Zeg. Ja, maar anders, anders stonden we er niet. Was je wel serieus? Ja, <laughs> serieus, heel serieus. Hij ja, was ja, dividendbelegger ja, ja. ook toen, toch? Hoogdividend zelfs. Kijk me kwaad aan. Nee, hey, waar <laughs> Dividend is nog steeds leuk. <laughs> Ah. Alleen uh, ja, het is wel het groeien dividend moeten we hebben tegenwoordig. Vervolgens ja, had je alweer ik, ik sta, ik sta zelfs nog, uh, kan me laatst was ik het opruimen, kwam ik nog in een, uh, ja, ga jij niet geloven, maar er was het uh, het pensioenblad van Nederland. waar <laughs> Deze jongen een artikel heeft geschreven. <laughs> ja, ja, dat geloof jij niet. Maar <laughs> Dat is echt een uh, over hoe, uh, ja verstandige dividendbelegger zou zijn en Simon zal dat alleen maar beamen. We hebben alleen het element eraan toegevoegd dat het groeiende dividenden moet zijn. Moet oké. Je De dividend groeien of rendement groeien? Het groeiende dividend. Als de dividend zelf groeit, dan moet je rendement zelf Maar jij bent daar blijven hangen, Simon, want je doet nog steeds dividend. Maar Albert, die koopt zelfs een kwartier voor half drie een poetje op een CPI. Ja, dat is prima toch? Ja, we hadden destijds hadden we het grootste beleggingsfonds van heel heel a op aandelengebied. Ja. Okay. En wat zaten ja, ja. daar voor, voor aandelen in? Banken in, in, in Scandinavië. Ja? <laughs> die zaten daar wel van, veel in. Er best veel banken in. Ja, op gegeven moment was de grootste sector in de ja. fonds. Ja. En als je dan nou terugkijkt van die tijd, wat, 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 wat heb je nou geleerd van die tijd? Wat, wat deed je? Wat deed ah, je ja, één, dat, dus, uh, dat je dus echt moet zoeken naar groeiende dividenden. Want, want uh, ja. zoals banken die hebben heel lang vastgehouden aan, nou ja, als we ons dividend maar niet verlagen, dan gaat het wel goed komen ja. met het aandeel. Ja, dat was natuurlijk niet het geval. Nee. Uh, 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 dus je zag de koers dalen en dividend oplopen. En uh, 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 dividend moest uiteindelijk gewoon gesopt worden voor die hele financiële sector. Ja. dus als één. Uh, maar wat ik ook wel geleerd heb is dat je moet kijken naar, nou ja, naar duurzame bedrijven die, hè, die, die, iets positiefs bijdragen en die gewoon wat meer toekomst hebben op, uh, ja, op, 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 op het, uh, ja, in de maatschappij. Zeg maar. ja, dus, dus kijk je dan, je dan naar de, uh, de uh, olie versus wind ja. bij spreken, uh, maar gewoon in het algemeen bedrijven die, uh, ja, die iets doen in bijvoorbeeld de energietransitie of op het gebied van, uh, uh, ja, verbeteren van uh, gezondheidszorg. ik roep maar wat. of, of, of uh, educatie vind ik een belangrijk thema. Dat soort dingen. Uh, bedrijven die, die uh, dat soort thema's spelen, terwijl de maatschappij daarom vraagt, die hebben gewoon ja, een beter uh, vooruitzicht dan, uh, dan, dan veel gemiddeld, dan ja. bedrijven gemiddeld. Ja. Heb je de cijfers gezien van de ABN, Albert? Uh, ja, zijdelings. Ja. Uh... ja, dat waren hele sterke cijfers. Uh, Waarbij het extreem opvolgend was dat de voorzieningen eigenlijk gewoon uh, de niet waren. Nee. Terwijl je zou denken van, uh, nou... Uh, het gevoel dat we in economisch wat uh, woeliger vaarwater zijn gekomen met zulke extreme inflatie. Met uh, toch wel heel veel zorgen over uh, ja, de, de economische consequenties die dat de komende katalen gaat hebben. Dat er dan eigenlijk geen voorzieningen worden getroffen. Ja, nog, nog niet, kan je dan? Ja, Of, ja, ja, of die stroppenpot zit vol. En <tus> dan ook dat er niks meer bij kan? Nou, nou, dat denk ik niet ze blijven blijven banken en ja. uh, dus dat, dat 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 was wel echt opvallend ah, maar goed het zou kunnen zijn dat het dat het voor ons zeg maar meer een gevoel is van van joh de economie loopt lopen moeilijker. Ja. en, en nou, zij als... kijken naar hun individuele klanten is even nou ja. binnen bij onze klanten bij ons lening ja. kunnen we dat nog niet zien ja, maar, geen... maar ze zeggen wel zelf in, in het bericht dan als je dat dan leest dan zeggen ze wel van nou ja er zit wel in economisch komen wel lastige ja. tijden aan ja. alleen dan moet je toch dan ook denk ik van dan moet je daar, hè, moet je het percentage default, moet je iets hoger gaan zetten en dan kom je toch op een wat hoger getal terechtkomen, dus uh, alleen ja, kijk, het uh, uiteindelijk is abn Amro natuurlijk gewoon, een, ja, even krug gezegd, nog steeds een soort staatsbedrijf. En ja, het. lijkt gezond, hè, qua, qua kapitalisatie. Uh, alleen, ik zal eerlijk zijn dat uh, wij belegden destijds veel in banken. Uh, alleen uh, banken, ja, je kunt ze eigenlijk niet screenen. Of, ja, je hebt een core Tier One ratio, maar je kunt op normale metrics kun je niet zeggen van wat is de sterkte nou van die balans. Dat is heel mm -hmm. moeilijk om in te schatten. Er komen altijd konijnen uit die enorme grote balans die je niet uh, kunt inschatten. Hè? Want dan hebben wij spreken, nou, ABN Amro, ik werd nog bij de IPO. Toen kwam men in één keer als konijn dat ze toch wel heel veel geld in de oliesector uitgeleend oh, ja. hadden. Ja. Ah, dat is uh, nu geen probleem meer, Nee, dat is nu geen probleem. Maar toen, destijds, ging eerst die olieprijs even de andere kant heel hard ja. op. Ja. Dus het, het zijn zulke balansen. En om daar een goed gevoel van risico voor te krijgen, is gewoon hartstikke moeilijk. En door die strengere kapitaalseisen... Uh, zijn de banken minder risicovol geworden. Maar dat betekent dat er voor beleggers minder te halen is. Want ja, meer kapitaal op de balans is, ja. is hartstikke mooi. Maar ja. je rendement over dat eigen vermogen, ja. Ja, dat, gaat gewoon, dat, dat is gewoon een stuk lager. Dat is ja. echt heel veel lager dan 10, ja. 15 nou, dan, dan jaar geleden. Volgens mij zijn ze nu blij met uh, als ze ooit weer de 10% halen of zoiets. Uh, ja. Uh, ja, precies. En, Ik hoorde die man uh, op de radio, die zwaak, Robert Zwaak is dat, de CEO. Die zei van, dat ze... Uh, het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste half jaar volgend jaar, dat, dat ze zien als een... Uh, dat we in een recessie terechtkomen. Dus hij was helemaal niet zo. Uh, hij zei, ja, we staan, we staan er goed voor. Nee. We, zijn, uh, we zijn sterk, maar het, ja. als je een uh, ja, recessie van acht, negen maanden nee Maar dat klinkt wel heel plausibel. Dat is gewoon, ja, ja, we zijn sterk gecapitaliseerd, we kunnen een recessie hebben, maar hij gaat er wel aan zitten komen. En dan ja. zullen we wel degelijk in de komende kwartaal ja. die pot verder gevuld moeten worden. En, en, dat is ook wel grappig. Dat was ook te grappig. Want we hadden vorige week natuurlijk uh, Blokkie uh, hier in de zaal. Ja. En die, uh, die, die gaf ook aan dat uh, de taxaties, winsttaxaties voor bedrijven voor volgend jaar is nog, laat nog een stijging zien ten opzichte van 2022. En hij zegt: Van ja, uh, iedereen zegt nu, nou ja. Jij zegt, of Nico zegt het ook. Hè? Eerste kwartaal, of vierde kwartaal, eerste half jaar volgend jaar. Nou, we krijgen het misschien zometeen nog wel over een uh, bedrijf wat deze week ook cijfers had, wat nogal spectaculair heen en weer ging. Uh, die zeiden ook van ja, eerste kwartaal, eerste twee kwartalen volgend jaar. We hebben bij DSM al een beetje dat gevoel gekregen dat daar ook wel een, een, een wat lastige periode gewoon aankomt. Dus er zit ook best wel een beetje een mismatch tussen die verwachtingen. Uh, terwijl ja, iedereen er toch wel van uitgaat. Vorige week ging ik turven, want jullie hadden op een gegeven moment 26 keer recessie of zo. Ja. Zegt. Ja, uh, nu, nu is het wel duidelijk uh, dat je in de Twitter uh, Sentiment indicator genoeg recessie hebt gezegd. Maar uh, dat is wel de angst natuurlijk. Taxaties nog relatief hoog. Uh, alleen ja, beleggers, want dat zei ik toen tegen Jeroen van. Beleggers zitten toch al op een heel ander uh, scenario dan wat de gemiddelde analist nu denkt. En dat is best wel een ja. mismatch. Nou ja, dat, dat klopt. Het hangt een beetje vanaf het ene bedrijf of het ander bedrijf. Maar. Ja. maar, maar dat zou best kunnen dat analisten in de komende kwartalen met hun verwachtingen omlaag moeten. Ja, voor veel bedrijven toch Voor veel bedrijven ja. wel, ja. Um, je zei het al even open, dat was vandaag, uh, uh, ja, van de week eigenlijk, woensdag was het geloof ik, Alfen kwam het zijn. Best wel een, uh, ik denk ook wel een aandeel waar veel particulieren in zitten. Omdat het toch ook wel een aansprekend iets is wat ze maken. Laadpalen begrijpt iedereen, dus enorme behoefte ja, aan. Nou, en, en, en batterijen. En batterijen. En um, Aandeel ging van, uh, even goed zeggen, het stond op 102, 104. Voor de cijfers openen rond de 107, ging de 111 en uiteindelijk eindigde op 90. Vandaag hebben we 80 en nu in 90. Um, we hadden iets over het overzien, hè? Tenminste, ik denk ik. Ja, ik kan niet wat je, ik <laughs> weet niet wat jij allemaal over het hoofd dat beetje, dat is. een beetje een rare formulering in de, de, de. Het is natuurlijk een prachtig bedrijf wat iets doet wat in de toekomst heel veel vragen aan gaat zijn. Nu al veel vragen ja. is, maar, maar, maar straks nog veel meer. Hè. Als je ziet hoeveel elektrische auto's er nu zijn ten opzichte van. Ja, in 2030 worden al nieuw verkochte auto's elektrisch. En al die auto's hebben ook laadpalen nodig. Dat is heel simpel. Uh, en, en ja, dus uh, uh, dan met 7 miljoen uh, elektrische auto's zijn, tijd, zijn er echt veel meer laadpalen nodig dan nu. Dus er is heel ja. veel groei. En niet alleen in Nederland, maar ook in dus de markt is er. De markt is er. Ja. Hetzelfde geldt voor batterijen. Uh, uh, batterijen bieden een probleem waar het elektriciteitsnetwerk tekortschiet. Zeg maar. ja. Dat is op heel veel plaatsen. Je kan nu nergens ja. uh, grote nieuwe stroomkabels aansluiten, want uh, daar is geen uh, capaciteit voor. Het elektriciteit en de batterijen bieden een oplossing, ook voor een mismatch. Hè, tussen zonnepanelen op het dak, maar je je je, je zeg maar distributie vrachtwagens in de nacht willen laden. Ja, daar heb je dat dat werkt niet. Tenzij je er een batterij van uh, bijvoorbeeld tussen zet. Ja. Het lijkt wel een reclamefilmpje voor het bedrijf. Maar, ja. maar nee, dus er is er gaat heel veel vraag naar zijn in de toekomst in het bedrijf. Maar ja, dat is nog best hè, een aantal jaren weg voordat, die, uh, ja, voordat al die projecten daadwerkelijk ja. zeg maar, uitgevoerd worden. En, en, en dat betekent dus dat er uh, ja, veel, veel groei uh, in de verwachtingen zit, ja. maar, maar een hoge multiple op dit moment. Ja. Maar en... Dat was een beetje ook hè, waarom die, 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 die U-turn op die beurs eigenlijk kwam. Want Ze groeiden in derde kataal fantastisch. Hè? Ja. Dat was uh, voor die laadpalen 180% procent. alleen. Ja, als je dan dat doorrekende voor het de vierde kataal, omdat ze de ja-taxaties niet aanpasten. Ja, toen zei iedereen van, hé, maar wat gebeurt er dan in het vierde kwartaal? Ja, dan donde je in één keer, uh, ga je gedeeld door vier op die ja. groei. Dus dat, dat, dat was nummer één, denk ik. En de tweede was dat ze zelf gewoon keihard hebben gezegd, ja, we hebben nu gewoon, kijk, uh, uiteindelijk is een laadpaal, je schroeft een paar dingen in elkaar en je zet hem neer. Ja. Het is natuurlijk uh, niet de hoogste uh, toegevoegde waardeproduct. Dus ze hadden nu volgens mij 19,9% of zo marge, maar ze zeiden wel van, nou, dat is niet sustainable. Uh, dus dat, uh, dus dat gaat naar beneden. Ja. En dat is, niet, dat is niet erg. Kijk, die markt, uh, we hebben best wel of ook in, bij ons op kantoor hebben we best wel veel hierop gerekend. Dit is gewoon natuurlijk wel een hele harde groeimarkt. Alleen waarschijnlijk hebben ze nu net even iets te veel groei gehad om dat ja, te, uh, door te trekken. En, en analisten hadden dat misschien iets te positief. Uh, dat lijntje, die doen zo zo'n zo lijntje. En dan oef, trekken we hem zo door. Nou, misschien was dat iets enthousiast. Nou ja, en in die batterijbusiness zijn natuurlijk allerlei zorgen over de, 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 de capaciteit en de ja. sourcing. En de, de productiecapaciteit van, van batterijen ja. komt nu nog vooral uit China. En willen we in Europa ook hebben. Maar ja, ja dan wordt het wel een stuk duurder. Want die ja. de Europese productie is helemaal een stuk duurder. En ja, dat, er zijn genoeg, zeg maar. Er zijn wel wat dingen die, die waarvan je kan denken, oké, okay, dat gaat nog knap lastig worden in de toekomst. En maar ja, dat is, dat is een beetje ja, inherent aan een groeibedrijf. Het is uh, niet altijd ja. een één rechte lijn naar boven. En is dit voor jou een bedrijf wat jij ja, voor jouw fonds al zou uh, kunnen nou ook, ja, ook in, in het fonds, in fonds, fonds zitten we toevallig in, in een in een in uh, een Britse collega, concurrent, hoe je het noemen wil. Uh, smart metering systems, die ook uh, 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 in die batterijenbusiness, ja. batterijenhoek zitten. Groei ze ook zo hard? Uh, nou ja, die, hebben, ja die, gaan, die gaan heel hard groeien in die, in die batterijen. Klopt, ja. Dat is wel een volgende stap ook hè, met die zonnepanelen. Dat je eigenlijk, als je, als je te veel capaciteit hebt, dan kun je op dit moment, als je niet straks meer echt kunt terugleveren, wil je ze graag zelf gebruiken. Alleen ja. die batterijen die je nu hebt, die zijn nog te duur en het is allemaal nog te complex. Maar dat die technologie er gaat veranderen, nee, maar, 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 maar De opslag van stroom wordt heel belangrijk. Ja, ja en, en, en je kan het zeg maar, als je het eenmaal hebt voor met misschien die reden aangestaan. maar vervolgens kan je het ook gebruiken voor, uh, voor daghandel op de elektriciteitsmarkt, gewoon capaciteit beschikbaar stellen. Hè? Op het moment dat er dus uh, ja. dat de, de uh, elektriciteitsbedrijven zeggen van oh we hebben extra capaciteit, krijg, krijg capaciteitsvergoeding voor je batterij, dus er zijn echt me meerdere manieren om geld te verdienen met, met batterijen. En ja, de vraag daarnaar is, is op dit moment is enorm. En, uh, ja. Ik leg ook mijn hele tuin uh, vol met die dingen zo meteen. En de voortuin en wat nee nee met die zonnepanelen oh, en, 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 en dat doe ik op dat openbare terrein doe ik allemaal van die laadpalen en dan ga ik gewoon <laughs> mijn eigen laadpalencentrum centrum <laughs> ga ik uh, wat goed en... jij ja, wordt naast de albedijnen ja, 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 iedereen wil iedereen wil kun je parkeren en gelijk laden ja. goed nieuw businessmodel ja. jongens we zijn weer aan het einde van de show bijna en en ik zie op, met mijn linker ogen dat we boven de 700 staan in de beurs wel opmerkelijk toch wel hard gegaan vandaag ja. Um, is dit het begin van de eindejaarsrally, Simon? Zeg maar ja, ja. ja dus ik heb, volgens mij is die half oktober al begonnen, dus ze oh. zit er midden in dingen Ja, ja. Halverwege bedoel je? Ja, midden in de rally. Ja. Oh, nou, weet, is altijd wat, wat is de vraag? Wat is de definitie van een eindejaars oh, een, einde optie... een rally? Rally ja, op het ja, einde van het jaar. Ja, oké, okay, maar het is 10 november. Ja, Wanneer be, be, bij ja, mij begint in ze, sluiten begin december, de boeker, be, ze sluiten de boeken zo'n 15 december. Ja, maar 1 december begint bij mij dat ik zeg, nou, de, dan kun je pas beginnen. Dus die moet, de, we <laughs> weten nog niet dus dat het gaat komen. Al, Dit is gewoon de herfstrally ja, ja. of zoiets. Dit is de herfstrally. En, uh, dus, uh, Voor mij heb ik nog een weddenschap lopen met een paar jongens ja. op kantoor. Dat we, je kreeg, morgen krijgen, op krijgen we het aan, zo. denk ik. <laughs> ja, alweer. En morgen, en morgen, morgen krijgen we morgen nog een ASML trouwens. Morgen ASMH op beleggersdag. Ja, interessant. Ja, ja, staat dit weekend ook allemaal in het magazine. Prima. Um, we zijn er door jongens. Bedankt voor jullie uh, je bijdrage. Nogmaals, mensen die het rapport willen downloaden. Dat kan. De link staat hier onder de video. Ook bij ons op de website te vinden. Acht overname Geen garanties natuurlijk. Maar eh, we hebben er goed over nagedacht. En er uh, zal ongetwijfeld wat bij zitten. Um, wij gaan afsluiten. Albert, bedankt. Simon, bedankt voor je komst hier. Nou, en dus, uh... Bedankt voor het kijken.